In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn dierbaren, in het Heilige Evangelie lezen wij hoe onze zaligmaker door Gods Geest naar de woestijn werd gevoerd, om er 40 dagen en 40 nachten te vasten en te bidden. Waarom, mijn dierbaren, waarom trok onze Heiland naar een woestijn? Kon onze Heiland niet gewoon al die tijd bidden en vasten in Galilea, die mooie landstreek? Kon hij dat niet doen in het heilig huisje van Nazareth? Wat won Jezus erbij naar een dorre landstreek te trekken rond de Dode Zee? Wel, mijn dierbaren, het is de eenzaamheid, de stilte, het uitsluitend leven in de tegenwoordigheid van God. Leven in de tegenwoordigheid van God, dat is het eindpunt, het doel van ons geestelijk leven. Verenigd zijn met God. En daartoe hebben wij die stilte en dat teruggetrokkener leven nodig. Indien wij met God willen omgang hebben, moeten wij eenzaamheid, stilte beoefenen en onze gedachten verheffen uit het tijdelijke, uit de schepping. De heilige Alfonsus zegt het: iedereen die dichter bij God wil komen, om hem beter te leren kennen, om hem vuriger te beminnen, moet in zich een neiging waarnemen tot de eenzaamheid te komen. Tenminste, af en toe tijd nemen alleen te zijn met God, weg van de schepping. Reeds de profeet David sprak: God is niet in het gewoel. God is niet daar waar men de tijd met gedoe, met gelach, met nutteloos gepraat doorbrengt. Vele heiligen begrepen dat heel goed en daarom trokken zij naar de grotten, naar de bergen, naar de bossen. Er is zelf een aparte categorie van heiligen die in de woestijn ging gaan leven, namelijk de woestijnvaders. Zij hebben het voorbeeld van Christus, maar ook het voorbeeld van Johannes de Doper, nagevolgd. Johannes leefde in de woestijn van Judea. En ook de heilige Hieronymus trok naar de grotten van Bethlehem, nadat hij eerst zijn taak als persoonlijke secretaris van de heilige paus Damasus gekwijt had en ook de heilige schrift in het Latijn had vertaald. Hij trok zich terug in stilte, in eenzaamheid. Hij achtte alle wereldse waardigheden voor niets, want zo zegde hij, de wereld trekt mij eerder naar de ondeugd dan naar de heiligheid. In de wereldse omgang worden gemakkelijk de geestelijke waarheden vergeten en de godsruchtige stemming in het hart verkoeld. En beetje bij beetje wordt men ook vergiftigd met die wereldgeest. De wereldgeest die is neiging naar de schepping en het vergeten van de schepper. Die wereldgeest is niet de geest van Christus, die leefde met de blik op God. En wereldgezinde katholieken die vluchten eerder de eenzaamheid dan zij zich ertoe aangetrokken voelen. De eenzaamheid is namelijk de tijd waar het geweten ook begint te spreken. En dat willen kwaadwillige mensen niet, dat willen lauwe mensen niet, en nog minder lauwe katholieken. Omgang met de mensen inderdaad is goed, dat hebben wij nodig, God heeft ons zo geschapen. Maar ook wij die midden onder de mensen leven, moeten snappen dat de omgang met God vervullender is. Af en toe, als wij de vereniging met God beoefenen in stilte, zullen wij merken dat zijn deugddoende momenten. Ten onrechte wordt een eenzamer leven
als een treurig leven beschouwt. Maar bedenken wij goed, er zijn geen treurige heiligen. Ik ken geen treurige heiligen. Maar ik ken wel treurige wereldmensen. Die zijn er genoeg. En dat is duidelijk. Maar dat is ook verhelderend. U zult misschien zeggen nu, zeer goed pater, maar ik kan niet in de bossen leven, niet naar de bergen gaan, niet in de woestijn van Judea. Dat is waar. Maar zoals gezegd, het gaat er niet om de eenzaamheid waar dat niemand rondom u is. Men hoeft niet in de woesternij gaan leven. Het gaat om de deugd van de eenzaamheid. Dat men die af en toe, zo mogelijk dagelijks, beoefent. Eenzaamheid die wij niet willen, is anders dan de deugd van de eenzaamheid die wij wel willen. Teruggetrokkenheid. En deze deugd van teruggetrokkenheid kan men midden in de samenleving beoefenen. Ja, zelfs midden in het huisgezin. Dat betekent, ga slechts de wereld in, zover het nodig is. Bijvoorbeeld om uw plichten van staat te vervullen. Of als de gehoorzaamheid van uw oversten, uw werkgevers, het beveelt. Of het de naaste liefde vordert. Ook thuis kan men tijd nemen met God alleen te zijn, met een goed boek in het gebed. Dat is de eenzaamheid die God ook van de leken verlangt. Zo heeft koning David midden onder de staatszaken, midden in de oorlogen zelfs, leest u de Heilige Schrift, de eenzaamheid weten te vinden. Omwille van deze deugd van de eenzaamheid, mijn dierbaren, heeft ons lieve vrouw ook persoonlijk de retraite aan de heilige Ignatius geschonken. Opdat wij net midden in deze wereld een bepaalde afzondering zouden kunnen beoefenen. Enkele dagen in eenzaamheid zouden kunnen zijn. Uitsluitend met God omgang zouden kunnen hebben. En u weet zeker, ook onze lieve Heer roept in de Heilige Schrift op u tot heiligende eenzaamheid. Hij zegt, als gij bidt, ga dan in uw kamer, sluit de deur en bid uw Vader in het verborgene. Dat is in eenzaamheid, in teruggetrokkenheid. Het staat in de Heilige Schrift. En zo komen wij tot ons tweede punt. Het uiterlijke zwijgen. Niemand kan de heiligheid vinden, of de godsvrucht, indien men veel spreekt. Dat is onmogelijk. Allen die de geest van het gebed bezitten, zijn minnaars van het zwijgen. Niet personen die niet zeggen, minnaars van het zwijgen. Het zwijgen, zo zeggen de heiligen, is een bescherming tegen de bekoringen. En het zwijgen brengt goede gedachten. De heilige profeet Isaias schrijft, het zwijgen zal in de ziel gerechtigheid uitwerken. Gerechtigheid is een ander woord voor heiligheid in de Heilige Schrift. Door het zwijgen, mijn dierbaren, beoefenen wij vele deugden. Hoe uitmuntend beoefent iemand niet de nederigheid wanneer hij bescheiden toehoort, de anderen laat spreken, uitspreken, nederigheid. Hoe uitmuntend beoefent men de versterving als men zelf iets wil verhalen, als men een vermakelijk voorval wil mededelen, maar eventjes op de tong leert te bijten en het pas later verhaalt. Eerst iemand anders laat spreken. Hoe uitmuntend beoefent men niet de zachtmoedigheid als men niet met de mond spreekt, antwoordt op onverdiende verwijten, op beledigingen. Men zwijgt zoals Christus voor Herodes. Als iemand godsvruchtige oefeningen doet, bijvoorbeeld
dagelijks mediteert en zijn hart door God laat ontvlammen, maar nadien, 5 minuten later, in getater uitbarst, dan lijkt eigenlijk deze persoon op een huis dat verwarmd is, maar men toch de deuren openstelt. Het goede dat men gewonnen heeft, verliest men onmiddellijk. Elke goede gedachte, elke ingetogenheid, elke warmte. En zo is de tong, zo waarschuwt de heilige Jacobus, een poort naar de zonde. De meeste zonden geschieden door spreken of horen spreken. En daarom zegt de psalmist, wie zijn mond bewaart, bewaart zijn ziel. Een stille mens die geen lange gesprekken voert, geen lange telefonaten zonder einde verricht, die heeft tijd. Tijd voor meditatie, geestelijke lezingen, bezoeken aan het Allerheiligste, een mis extra tijdens de week, werken van naastenliefde. Nogmaals, voor alle duidelijkheid, de deugd van het stilzwijgen betekent niet nooit spreken. Dat zou ook verkeerd zijn. Dat kan zelfs een zonde tegen de naastenliefde zijn. Indien iemand een woord van steun wil, indien iemand recht heeft op een antwoord en men zou niet spreken. En daarom zegt Salomon, er is een tijd van zwijgen, maar ook een tijd van spreken. De vraag is natuurlijk, wanneer moet men zwijgen? Wanneer moet men spreken? En heilige Alfonsus zegt, een katholiek dient te spreken als het zwijgen hem een zonde zou zijn. Hij dient te zwijgen als het niet noodzakelijk is om te spreken. De heilige Chrysostomus zegt, men spreekt dan wanneer het beter is dan het zwijgen. Heel mooi schreven overigens de evangelisten, Jezus opende zijn mond om te spreken. Dat betekent dat het zwijgen voor onze heiland het standaard was. Dat zijn spreken een speciale gelegenheid was. Dat het waard was om te zeggen in de evangeliën, Jezus opende zijn mond. Dat was iets speciaals. Omdat het niet vanzelfsprekend was, schreven evangelisten dat neder. Jezus beoefende de stilzwijgendheid. En ook Monsieur Lefebvre raadde zijn priesters, maar eigenlijk ook de gelovigen aan, die genoemde deugd van de eenzaamheid, de deugd van de stilte te beoefenen. Ze naar waarde te schatten, zich dagelijks terug te trekken in de natuur, wandelingen te maken. Overdag zich in de kerk te begeven voor het tabernakel. En dat helpt echt in de vereniging met God en in de persoonlijke heiliging. En zo komen wij tot ons derde punt. Het zwijgen en de stilte beoefenen zijn geen doelen op zichzelf. Het zijn middelen. Het doel is in Gods tegenwoordigheid leven, nu reeds op aarde. Het samenleven en het beschouwen van God, dat zal voortgezet worden in de eeuwigheid. Dat zal onze eeuwige gelukzaligheid uitmaken. God zien, met God samen zijn. En nu reeds op aarde kunnen wij dat beoefenen. En niet zonder vrucht. Het heeft meerdere voordelen. Ten eerste, als wij in tegenwoordigheid van God leven, verbonden met God, levend met onze gedachten en met ons hart, dan zullen wij makkelijker de bekoringen overwinnen. Zullen wij makkelijker de zonde vermijden. Het is zo. Als een soldaat in het bijzijn van zijn vorst, of een kind in het bijzijn van zijn ouders, staat, dan zal het niet durven de bevelen te overtreden. Zo ook wij. Hoe zouden wij Gods gebod niet kunnen nakomen als wij weten en beseffen dat God ons ziet. Met de gedachte aan God zullen we liever alle bekoringen overwinnen dan ze toe te stemmen. Wij zullen liever alle folteringen verduren dan de Heer onder zijn ogen, met zijn, in zijn blik, hem te beledigen. De zonde komt daaruit
dat wij menen, valselijk menen, dat God ver van ons verwijderd is. De kuise Susanna, u leest dat in het boek Daniel, kreeg echter net door haar bewustzijn van Gods tegenwoordigheid de moed liever de dood te kiezen dan de zonde. Ze had kunnen zondigen, maar zij deed het niet. Zij koos liever de dood. God spaarde haar dan. God zorgde dat de leugen van de twee bejaarde mannen uitkwam. Maar zij wilde niet zondigen voor het oog van God. Zij sprak, liever wil ik sterven dan voor het aanschijn van de Heer te zondigen. Ten tweede, helpt de gedachte aan Gods tegenwoordigheid ons ook dapper te tonen in de strijd, dapper voor God? Hoe dapper strijden soldaten wanneer een koning met hen op het slagveld is? Er zijn vele voorbeelden daarvan. De gedachte voor een soldaat dat de vorst hen kan belonen of bestraffen, verlevendigt hun gemoed. Ook wij, als wij beseffen dat Gods oog op ons gericht is, dan zullen wij onszelf niet aan de luiheid prijsgeven. Wij zullen ijverig het goede bewerken, waar wij ook maar een gelegenheid zien. En we zullen ons ook niet storen aan het menselijke opzicht, aan het menselijke oog dat op ons gericht is. Wij zullen het doen omdat God op ons kijkt en wij Hem welgevallig willen zijn. Ten derde, onze liefde wordt groter als wij leven in de tegenwoordigheid Gods. De liefde wordt door de aanwezigheid van de beminde gesterkt. Spreken wij er niet over dat ons hart sneller gaat slaan als we iemand zien die wij beminnen? Wel, hoeveel te meer zal de liefde tot God niet toenemen in onze ziel bij de gedachte dat God in ons is, rondom ons is? Deze gedachte moeten wij wakker houden. Zo niet zal de liefde afkoelen. Net zoals men kokend water op het vuur moet houden om het te laten koken en blijvend te laten koken. Anders wordt het koud, het verliest zijn warmte, het wordt koel en uiteindelijk koud. De heilige Alphonsus geeft nog enkele concrete manieren om zich in Gods tegenwoordigheid te stellen. Want wij kunnen zeggen, oké, God is rondom ons, in ons. Maar hoe is dat concreet? Hoe kunnen wij dat concreet aanpakken? Wel, de heilige Alphonsus zegt, men gebruiken daarbij zijn verstand om aan God te denken en zijn wil om vaak uitdrukkingen te geven van nederigheid, van aanbidding, van liefde enzovoort. Men wekken bepaalde gevoelens op. Men drukt dat uit door een woord, door een gebed. Gaan we dieper op in. Wat het verstand betreft, zo kunnen wij ons bijvoorbeeld voorstellen dat onze Heiland zich naast ons bevindt. Rondom, hier. Zoals een stille vriend die niet veel zegt, maar wel alles ziet. En meer nog, alles meebeleeft, het goede als het kwade. En ook dat kunnen wij afwisselend doen. Wij kunnen onze Heiland naast ons zien, onder verschillende gedaanten. Als een leraar, als een werkman, als de leidende Christus, als de verheerlijkte Christus. En denkt u het zelf maar uit. Als de genezende Heiland. Degene die barmhartigheid toont, degene die strenge vermaningen geeft. U zoekt het uit wat u nodig hebt. Ook een ander hulpmiddel kan zijn voor ons verstand om Gods tegenwoordigheid bewust te beleven is dat wij God zien in de schepselen. Zowel in de verstandsbegaafde schepselen als de dieren of de elementen. Als wij een bloem zien, reflecteren wij dat op de schoonheid van God? Als wij een goede persoon zien, reflecteren wij dat op Gods goedheid? Ontvangen wij iets van iemand dat ons verkwikt? Denken wij dat God ons nog meer schenkt in de hemel? De heilige Augustinus zegt, leer in het schepsel uw schepper beminnen. Alle schepselen roepen mij toe, Augustinus, bemin uw God, wees God dankbaar. Ook kunnen wij God als een
bewoner van ons hart beschouwen, wat hij ook werkelijk is. Wij zijn tempels van de Heilige Geest. Vol goedheid woont God in onze ziel om onze gebeden te horen, om ons te aan te moedigen, om berading te geven. En zoeken wij God niet altijd in het verre heelal? Hij is dichtbij. Hij is in ons. Betreffende onze wil, beoefenen wij Gods tegenwoordigheid door bijvoorbeeld vaak schietgebeden te verrichten, om de gloed van de liefde tot God en het besef van zijn tegenwoordigheid wakker te houden. Tot wie spreekt men? Dat is tot wie tegenwoordig is. Zo, als wij spreken, tonen wij dat wij bewust zijn van Gods tegenwoordigheid. Wij kunnen zeggen, mijn God, ik verlang u alleen. Of mijn Jezus, barmhartigheid. Of Heilig Hart, ik vertrouw op u. Ook kunnen wij met onze wil bij het begin van elke nieuwe bezigheid, deze bezigheid God aanbieden. Mijn God, alles tot uw meerdere eer. Ad majorem Dei gloriam. Ook kunnen wij ons hart met God verenigen bij het horen van het slaan van de klok. Elk uur. Of bij het zien van een kruisbeeld. Lijdende Jezus, ontferm u over mij, geef mij kracht. Of als wij een kamer verlaten, maken wij een kruisteken. Zeggen wij iets tot God, een schietgebed. Daarom hingen onze voorouders overal heiligenbeelden, kruisen, wijwatervaten, bouwden zij kapellen, om deze deugd van het leven in de tegenwoordigheid van God te beoefenen. Om even in stilte en eenzaamheid God te zoeken, met God omgang te hebben. Mijn dierbaren, sluiten wij af. Oefenen wij deze deugden van teruggetrokkenheid, van stilzwijgendheid, van de bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Ze zullen ons enorm vooruit helpen in de heiliging van onze ziel. Dat is het doel van ons leven op aarde, de heiliging van onze ziel. Dat moeten wij bereiken. En vragen we dus aan onze goede hemelse moeder Maria en dit ondernemen, zou ik zeggen, te zegenen en ons nog een heilzame tijd hier op aarde te geven, zodat wij veel deugden, veel schatten mogen verzamelen en voor ons eeuwig heil in de hemel en tot meerdere eer van God. Amen. Aan de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.